Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Het is een beetje oneerlijk verdeeld, want in het zuiden is het al zonnig. In het noorden drijven wat wolkenvelden rond die de zon verhinderen. Maar die wolken gaan in de loop van de ochtend langzaamaan al wat breken. Vanmiddag zal dat proces zich doorzetten. Maar het betekent dus wel een tweedeling in de ochtend met temperaturen overal rond een graad of acht. Weinig wind, ook vanmiddag. En dan zien we op veel plaatsen de zon toch weer schijnen. Ook uiteindelijk in het noorden van het land: daar worden 13 graden, in het zuidoosten 17 Vanavond is het op veel plaatsen helder, hier en daar nog wat bewolking. En de temperatuur daalt langzaam naar een graad of 10 in het noorden en zo'n 13 in het zuiden. Komende nacht komt de temperatuur wel onder de 10 graden. Dan naar morgen: een start met flink wat zon. In de loop van de ochtend in het zuiden misschien al een bui. In de middag ook in het midden in het noorden blijft het waarschijnlijk droog. En tussen de buien door is er ook zeker ruimte voor de zon. Vrijdag wordt het een stuk moeilijker. Dan is er veel meer bewolking. In de ochtend trekt er wat regen over. In de middag volgen een paar buien. En ook in het weekend hebben we buiig weer. Misschien met een klap onweer. Maar de temperaturen blijven rond de 20 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.